En we gaan het hebben over de algemene verordening gegevensbescherming. De verwerkersovereenkomst is misschien u ook al eens toegestuurd. Wilt u een verwerkersovereenkomst tekenen? In uw rol als advocaat zou ik dat niet doen. Als advocaat ben je zelfstandig verantwoordelijk. De gegevens die u krijgt van uw cliënt, die zijn in wezen van u. U bepaalt de bewaartermijn, niet uw cliënt. Als de cliënt zegt, kun je dat na 2 maanden verwijderen? Dan zegt u, nou dat ga ik toch niet doen. Bij ons is het archiveringsbeleid 15 jaar. Dus u bent zelf verantwoordelijk daarvoor. Want de regel is, je mag niet meer gegevens hebben, je mag niet meer gegevens gebruiken dan nodig voor het doel waarvoor je hebt verzameld. En het doel moet wel bepaald, uitdrukkelijk omschreven, gerechtvaardigd zijn. Jullie moeten een verwerkingsregister hebben. Want hoe kan je anders privacy compliant zijn als je niet weet welke verwerking je doet? Snap ik, maar wat vraagt die AVG nou eigenlijk van je? Die vraagt dat je goed bent in het managen van je data. Dat betekent dat je weet wat je hebt, weet waar het is, dat je op tijd opruimt, et cetera, et cetera. Maar je kan geen snipperdag nemen als het gaat om privacy. Je moet daar elke dag mee bezig zijn. En ik zou ook willen zeggen dat op het moment dat jullie als kantoor daar nog mee bezig moeten gaan, nou, stel daar 1 iemand voor verantwoordelijk, maar ga dat ook als team doen. Want het is niet kwestie van aan wat formaliteiten voldoen en daarmee ben je privacy compliant. Dus als ik op Creta ga zitten en ik bepaal daar doelen en middelen, dan is dus de Griekse toezichthouder de leidende toezichthouder. Hij blijft verrassend stil opeens. Hè? Ja, dat dacht ik al. Doen, want je moet uiteindelijk ook kijken van hoe kan je je werk ook zo efficiënt mogelijk doen en effectief mogelijk. Stel een privacyverklaring op. Doe dat in heldere, duidelijke taal. Vermijd daar zoveel mogelijk juridische termen. En ga ook niet precies herhalen wat er al in de verordening staat. Zorg dat mensen begrijpen wat je met de persoonsgegevens doet. Let ook op dat je eventuele uitzonderingen opneemt. Bijvoorbeeld dat het recht op geheimhouding voorgaat op het recht op informatie bij een wederpartij. Het gaat binnen de AVG net zoveel om wat je mag met data, gaat het over waar die data is. Je moet snappen waar je eigen data is, dat je weet wanneer je het weg moet gooien, dat je weet waar je het opgeslagen hebt. Advocaten hebben een hele bijzondere positie en beschikken daarmee over veel vertrouwelijke informatie van cliënten. Daar moet je vertrouwelijk mee omgaan. Alle advocaten zijn zich daar bewust van. En met de nieuwe AVG moet je daar nog bewuster van zijn. Ga na welke persoonsgegevens je verwerkt en waarom je ze verwerkt. Ik denk vooral accountability. Je moet aantonen dat je voldoet aan de wet en regelgeving. Wat mij bijblijft is de enorme opkomst. Als dit het best bezochte innovatieplatform tot nu toe is, dan leeft dit onderwerp gewoon enorm. En daar word ik eigenlijk al heel erg vrolijk van. Dat advocaten zich nu kunnen realiseren dat er wat gaat veranderen. En dat ze dus moeten nadenken, hey, welke informatiestromen zijn er nu allemaal? En dat in kaart gaan brengen, dat is al het begin. Dan zul je ook zien, wie is mijn wederpartij, wie zijn mijn cliënten, wat zijn mijn cliënten en wat zijn de risicoprofielen die eraan hangen.